deze video wil ik wat basisinformatie gaan geven. Mensen die willen gaan beginnen met beleggen in 2019. Is het misschien een goed jaar? Waar moet je op letten? Welke strategieën heb je? Nou, korte basisinformatie aan de hand van 10 veelgestelde vragen. Die probeer ik te gaan beantwoorden in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Nou, in deze video gaan we dus hebben over beleggen. Mocht je nog geen lid zijn van het kanaal, abonneer je dan op het kanaal, zou ik zeggen. Dan mis je nooit meer een video. Maar zoals gezegd gaan we in deze video kijken, is gericht aan mensen die willen gaan beginnen met beleggen in 2019, dat je wat algemene informatie krijgt. Alle informatie kun je ook nog teruglezen trouwens onder deze video in de beschrijving. Hier vind je alle links naar de besproken websites of services of noem het allemaal maar op. En tevens vind je hier ook de tijdcode, zodat je snel kunt kijken op welk moment welk onderwerp wordt besproken. Dit vind je dus in de omschrijvingen of in de reacties. Maar laten we snel gaan beginnen met de eerste vraag eigenlijk. En alhoewel ik hem niet als vraag meetel, is het wel heel belangrijk om te gaan kijken of 2019 wel een goed jaar is om te gaan beginnen. Als je de beurs en het nieuws een beetje in de gaten houdt, dan zul je misschien wel in de gaten hebben gehad dat eigenlijk de laatste 8 jaar het eigenlijk alleen maar sterk omhoog gaat met de koersen. Er zijn wel wat momenten dat het even inzakt, maar uiteindelijk gedurende het jaar gaat het eigenlijk altijd wel 10% omhoog. Nou, dit is natuurlijk heel interessant voor mensen en die gaan dan ook nadenken, zal ik instappen in de beurs? Daar spelen ook verschillende aanbieders zoals Bankop op in, die dan weer zeggen van je kunt bij ons beheer beleggen vanaf €25 in de maand, beheren voor jou een portfolio en dan kun je dus vermogen opbouwen. Meestal zul je zien dat ze dit aan gaan bieden, actief aan gaan bieden in ieder geval op het moment dat het al lange tijd goed gaat. Want op het moment dat een beurs inzakt wil dus niemand zoiets gaan afnemen. En zit er zoiets aan te komen als een crash? Het lijkt er wel op. Het is eind 2018 was al moeilijk. Begin dit jaar is ook nog steeds moeilijk. En ook historisch gezien heb je gewoon de kans dat er een crash komt. Maar waarom is het dan toch een goed jaar om in te gaan stappen? Nou, ten eerste omdat het altijd beter is om te gaan beleggen. Zeker als je op de lange termijn doet. Tuurlijk heb je momenten dat je geld verliest. Maar op de lange termijn maak je altijd meer rendement dan wanneer je bijvoorbeeld geld gaat sparen. En wat is er eigenlijk mooier om een crash mee te maken op het moment dat je net instapt? Want stel dat je nou komende jaar €1000 inlegt en de beurs zakt tijdens een crash zeg maar 40% in, dan zul je maar €400 verliezen. Je maakt wel alles mee tijdens een crash, de stress, het nieuws, noem het allemaal maar op. Alleen het kost je relatief weinig geld, €400. Het is natuurlijk veel mooier om dan in te stappen dan wanneer je wacht tot na de crash, het opbouwt en je eerste crash pas meemaakt over bijvoorbeeld 10 jaar. Als je vermogen misschien wel 10, 20, 30.000 euro is en op dat moment 40% gaat inleveren. Dus ook al zul je tijdens het komende jaar misschien wel geld kunnen verliezen, omdat je pas net begonnen bent en je nog niet zoveel geld in hebt gelegd, is het verlies natuurlijk relatief wel hetzelfde. Maar in een exact bedrag is bijvoorbeeld maar €400. En dat is natuurlijk wel te overzien. En daarom denk ik dat ook altijd in dit jaar een goed jaar is om te gaan beginnen. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag. Wat zijn aandelen? En ik heb hier al een keer kort een video over gemaakt, over de basis van aandelen. Ik zal hier even een linkje plaatsen. Maar kort gezegd is dat je eigenlijk met aandelen, zoals mensen zeggen, eigenaar wordt van een bedrijf. Stel, jij koopt 1 aandeel van Heineken. Dan heb je in principe een aandeel in het bedrijf. En zou je tijdens een vergadering dus daar naartoe kunnen gaan. Niet een gewone vergadering, maar een algemene vergadering van aandeelhouders. En heb je op dat moment dus 2 dingen waar je recht op hebt. Ten eerste is dat stemrecht. Al zal het met 1 aandeel niet echt een heel erg grote stem zijn natuurlijk in zo'n vergadering. Want er zullen miljoenen aandelen zijn van Heineken. Maar oké, je mag meestemmen. En het tweede recht wat je hebt is dat je recht op winst hebt. Op het moment dat zoiets als Heineken dus geld uitkeert. Omdat ze winst hebben gemaakt. En ze doen bijvoorbeeld 5% van de winst. Delen ze uit aan aandeelhouders. Nou, omdat jij een aandeel hebt, krijg je voor dat aandeel dus een gedeelte van die winst. En op die manier heb je eigenlijk dus 2 rechten. Het stemrecht en het recht op de winst. Nou, dat klinkt natuurlijk interessant, want jij wil ook graag een stukje van de winst. Nou, waar kun je dan aandelen kopen? De eerste optie waar mensen vaak van horen is bij hun eigen bank. Bijvoorbeeld bij de Rabobank, ABN AMRO, Robeco, noem het allemaal op. Dat zijn allemaal banken die natuurlijk, omdat het de financiële dienst is, deze dienst ook aanbieden. Maar je hebt ook online brokers, zoals je het noemt. Dat zijn dus online bedrijven zoals Bink of de Giro. Die eigenlijk dezelfde service aanbieden. Daar kun je ook aandelen kopen en je portefeuille bijhouden online. Alleen zullen zij het vaak tegen goedkopere tarieven doen. Daarom raad ik vaak aan om bijvoorbeeld de Giro te gaan gebruiken. Dat is ook iets wat ik gebruik. Juist vanwege die lage kosten. En er zijn nog veel meer aanbieders.
Misschien ken je het plus 500 wel. Dat zie je heel vaak voorbij komen. Maar dat zou ik dan juist weer afraden. Zeker in het begin, laat ik het zo zeggen. Omdat die werken met CFD's en hefboomwerkingen. Dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Omdat je op het moment dat je 100 euro inlegt, je een hefboom hebt van 10. Dus je eigenlijk met 1000 euro speelt. En dus als de koers omhoog gaat, je veel meer winst maakt. Maar die werkt natuurlijk, omdat je nog weinig ervaring hebt, ook tegen je in, zeg maar. Is in je nadeel. En op het moment dat de koers daalt, zul je veel sneller geld verliezen. Dus laat het gewoon houden bij of je eigen bank, of bij online brokers. Bijvoorbeeld de Giro, die kan ik in ieder geval aanraden. Omdat je dan weet dat er betrouwbare partijen zijn. Met goede koersen, of tenminste goede tarieven die eerlijk zijn. En dat is op de lange termijn altijd beter. En zeker als je gaat beginnen. Nou heb ik het straks al eerder genoemd. Je hebt bijvoorbeeld beheer beleggen dat verschillende banken aanbieden. De Rabobank doet dit. ING doet dit. De ABN AMRO doet dit. Nou, dit betekent dat jij geld overmaakt naar een beleggingsrekening. En dat zij voor jou je geld gaan beleggen. Is het nou een slim idee om beheer te gaan beleggen? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Nou, waarom is het wel een slim idee? Ten eerste omdat je in ieder geval begonnen bent met beleggen. En zoals gezegd, beleggen op de lange termijn levert altijd meer geld op dan bijvoorbeeld sparen. Een ander goed idee is dat je in ieder geval automatisch al spreiding hebt. Hun zullen namelijk niet al hun geld in één aandeel steken, maar hun spreiden het over de markt of verschillende bedrijven, noem het allemaal op. Dus zelfs met een klein beetje geld heb je in ieder geval spreiding, heb je dus minder risico. En beheerbeleggen is dan ook een goede manier om te beginnen, omdat je zelfs met bijvoorbeeld 25 euro inleg elke maand of de eerste keer al begonnen bent met beleggen. Bijvoorbeeld voor 25 euro kun je geen aandeel kopen van Tesla, ik noem maar iets, want dat is 300 euro. Maar je kunt dus wel met zo'n klein bedrag de beurs opstappen. En je kunt dan de tijd de komende maanden, jaren gebruiken om zelf meer te leren over zelf beleggen. En tot die tijd doe je het gewoon aan hun uitbesteden. Nou, waarom is het dan een minder goed idee om beheerd te gaan beleggen? Nou, dat heeft natuurlijk te maken, hun doen zoiets niet voor niks. Hun vragen daarvoor een vergoeding. En die zijn, ook al is het maar 0,3 of 0,8% vergoeding, klinkt niet veel. Maar natuurlijk naarmate je bedrag groter wordt, is dat wel heel erg belangrijk. En kijk je juist op de lange termijn. Stel je zou op de lange termijn 40 jaar lang beheer beleggen. Elke keer dat die procent per jaar, kan op het einde gewoon 100.000 euro uitmaken of meer. Dus daarom is het slimmer om te beginnen met beheer beleggen. Zelf wat dingen te gaan leren. En naarmate je meer leert, zelfs steeds meer te gaan beleggen. En je eigen keuzes te maken. En omdat je dan op die manier dus zelf belegt, bijvoorbeeld weer via de Giro, kun je je kosten laag houden, waardoor je rendement groter wordt en dus meer winst maakt. Nou, hoe kun je dan geld verdienen met aandelen? Dat zijn eigenlijk twee manieren. Ten eerste is dat de waardestijging en ten tweede is dat het dividend. Nou, waardestijging is, zoals het woord eigenlijk al zegt, de waarde van het aandeel stijgt. Dus stel jij koopt een aandeel, noem maar iets Heineken dus weer. Stel dat het is 100 euro op dit moment. En gedurende het jaar hebben ze een goede omzet, veel winst. Misschien hebben ze bedrijven overgenomen. En het aandeel stijgt daardoor naar 120 euro. Dan eindig je dus met 120 en je begon met 100. Dus je hebt al 20 euro winst gemaakt op je aandeel. En die 20 euro is dan op jaarbasis dus ook 20%, omdat je met 100 euro bent begonnen. Een andere manier om geld te verdienen aan aandelen is dividend. Nou, zoals we straks al hebben gezegd, met een aandeel heb je recht op winst. Dus op het moment dat er winst wordt uitgekeerd, heb je recht op een gedeelte van die winst. Stel dat er voor een aandeel, kan ooit een vast bedrag zijn, bijvoorbeeld een euro per aandeel. Kan ook een percentage zijn, 5% van de winst wordt over de aandelen verdeeld. Maar op die manier kun je ook met één aandeel dus al een stukje van de winst meenemen. En heb je dus twee manieren waardoor je geld kunt verdienen. Ten eerste door de winst die wordt uitgekeerd. En als gedurende het jaar de waarde van het aandeel stijgt, heb je in principe ook waardestijging of geld mee verdiend. Want op dat moment, als je het aandeel zou verkopen, krijg je er meer voor dan wanneer je het kocht. Even een korte onderbreking voordat we verder gaan met punt 5. Vind je nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Laat ze onder deze video achter. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan, zou ik zeggen, als je meer video's wilt zien over passief inkomen, investeren en beleggen of persoonlijke financiën. En je kunt ook altijd kijken op onze Facebookpagina, Instagram of op de website alles teruglezen in passiefinkomen.nl. Maar dan gaan we nu verder met het vijfde punt. En het vijfde punt heeft te maken met hoe deze winsten nou worden belast. Op het moment dat je dus aandelen hebt, heb je in principe geld, vermogen, misschien winsten waar je uit mee kunt pakken. Nou, dat is natuurlijk de Belastingdienst die in de gaten houdt en die daar graag een graantje van meepikt. Dus er zijn twee manieren waarop je belasting betaalt. De eerste daarvoor is vermogensbelasting en de tweede is dividendbelasting. Nou, bij vermogensbelasting gaat het om het vermogen. Net zoals bij spaargeld is het met aandelen zo dat niet de winst telt van een bedrijf, maar het
de waarde van de aandelen, van je vermogen. Dus stel je hebt voor 10.000 euro aandelen, dan wordt er voor 10.000 euro vermogen meegerekend. Maar niet over al je vermogen wordt belasting geheft. In 2019 is het bedrag waar je over je geen belasting hoeft te betalen over je vermogen, dat gaat over de eerste 30.360 euro. Dus heb je wel 50.000 euro, dan zul je over het merendeel van die 30, dus die laatste 20.000 euro, wel belasting betalen, vermogensbelasting, maar over het begin niet. En bij vermogensbelasting is het nog zo dat afhankelijk van hoe groot je vermogen is, je verschillende tarieven hebt. Dit heeft ermee te maken dat de Belastingdienst inmiddels ervan uitgaat dat hoe meer geld je hebt, hoe meer ervaring je hebt met rendementen halen, winsten binnenhalen, investeren. En naarmate je dus meer ervaring en meer geld hebt, zullen waarschijnlijk je rendementen hoger zijn. Dus in het geval dat je, zoals jij, je begint misschien met beleggen en kom je boven dat heffingsvrije bedrag van zeg maar 30.000 euro uit, dan ga je belasting betalen. Nou, zoals gezegd, verschillende tarieven. En deze variëren van in het begin 30% over een bedrag van 1,935%, oftewel 0,58% over het totale vermogen. En dat kan uitlopen naarmate je meer geld hebt, naar 30% over 5,6% rendement, oftewel 1,68% over je totale vermogen. Dat, je betaalt dus nooit meer dan die 1,7% zeg maar over je vermogen. Nou, er is nog een tweede vorm van belasting bij aandelen of investeren. En dat is dus de dividendbelasting. Zoals gezegd, op het moment dat een bedrijf winst uitkeert en stel het is 10 euro, dan houdt het bedrijf ook dividendbelasting in. Dit is normaal gesproken zeg maar 15%. Dus van die 10 euro houdt het bedrijf 1,50 euro in en jij krijgt 8,50 euro uitbetaald. Nou, dit is bij Nederlandse bedrijven zo. Maar Nederland heeft ook belastingverdragen met buitenlandse bedrijven. Dus stel je hebt aandelen in Apple, die houden geld in. 15% kun je dan vaak verrekenen. Dit wordt al gedaan en dit kan dus verrekend worden met je inkomstenbelasting. Je kunt dan aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting je hebt betaald. En dat wordt verrekend met je inkomen. Dus dus niet voor buitenlandse bedrijven, maar wel voor Nederlandse bedrijven. Dus op die manier kun je je betaalt wel belasting, maar je kunt vaak een gedeelte ervan weer terugvragen. Op het moment dat je gaat beginnen met beleggen, kun je kijken welke strategie je wil kiezen. Er zijn eigenlijk drie grote strategieën waar alles onder valt. En dat is ten eerste de daghandel, de tweede de swing trading en ten derde de lange termijn. Nou, ten eerste de daghandel of daytraden. Dat betekent dat je gedurende de dag instapt en uitstapt uit een aandeel. En dit is vaak grote bedrijven of mensen die er echt heel veel mee bezig zijn die dat doen. Die zijn vaak bezig op basis van het nieuws. Zijn geruchten, zijn nieuwsberichten. Dan stappen ze 's ochtends als het nieuws bijvoorbeeld uitkomt snel in. Pakken ze de stijging en op dat moment stappen ze weer uit. Nou, ze kunnen ooit grote bedragen verdienen, maar meestal gaat dit om centen, zeg maar, cent op een aandeel. En je zult vaak zien dat dit ook grote bedrijven of banken zijn die dit automatisch doen. Terwijl de koers stijgt, pakken ze 2 cent winst, maar wel op een miljoen aandelen, ik noem maar iets, waardoor ze toch een mooi bedrag hebben verdiend. Maar voor jou is dat vaak niet te doen, omdat je niet, ten eerste niet alle informatie weet en ten tweede de tijd niet hebt om uit te zoeken wanneer je in moet stappen, uit moet stappen, noem het allemaal maar op. Daarom is misschien een betere optie swing trading. Nou, dit betekent dat je vaak wat langere tijd in een aandeel zit. Het volgt het nieuws vaak weer of je hebt een vermoeden en je ziet dat je dan bijvoorbeeld instapt nadat de koers bijvoorbeeld 20% zakt bij Facebook op slecht nieuws. Omdat je dan hoopt dat je gedurende de komende maand het aandeel weer terug gaat naar de andere waarde, waardoor je dus weer 20% winst kunt maken. En zo zul je zien dat je kan weken zijn, kan maanden zijn, maar vaak een kortere tijd in een aandeel zit. Dit is vaak wat interessanter, omdat je dan niet continu elke dag bij hoeft te houden. Je kiest een moment waarop je instapt, bijvoorbeeld na slecht nieuws, en je denkt van, oh, daar komen ze wel van terug. En je zorgt er gewoon voor, tegen de tijd dat het aandeel 10-15% is gestegen, stap je uit, pak je je winst en ga je weer verder naar de volgende deal. En zoals je kunt begrijpen zal dit alleen interessant zijn bij aandelen die volatiliteit hebben, dus schommelingen in het aandelenkoers. Een bedrijf dat altijd stijgt is hier niet voor, ja, vaak niet voor bedoeld. Het kan natuurlijk wel, maar dan ga je meer richting de derde termijn en dat is de lange termijn. Dat is denk ik vaak ten eerste het interessantste, omdat je er weinig tijd mee kwijt bent. Stel je stapt nu in een bedrijf zoals Apple, ik noem maar iets, of Heineken, maakt ook niet uit, een marktleider in de bier. En je weet gewoon dat het een goed bedrijf, veel winsten, veel omzet. En waarschijnlijk is het aandeel over 5 jaar, over 10 jaar meer waard dan vandaag. Kan ik een mooi rendement halen? Dus ik stap daarop in op zo'n aandeel, je koopt aandelen in. En je hoeft er verder eigenlijk niet meer over na te denken. Je zorgt gewoon dat je telkens bijkoopt, misschien van het ene bedrijf, vervolgens van het andere bedrijf. Maar je gaat niet kijken naar kleine schommelingen op de korte termijn. Je gaat niet
letterlijk dezelfde dag weer verkopen of over enkele weken. Nee, je zorgt gewoon dat je bedrijven kiest waarin jij vertrouwt. Waar jij denkt van over een paar jaar hebben ze nog steeds goede winsten, goede omzetten. En dan stap je op dit moment in en denk je bijvoorbeeld de komende 2 jaar niet meer aan het aandeel. Kijk over 1 jaar of 2 jaar terug van hoe gaat het aandeel? Is het goed? Blijf ik erin? Is er wat veranderd? Stap ik uit? En dit kan een aandeel zijn van een specifiek bedrijf. Maar wat dan vaak interessant is om indexfonds of ETF's te kiezen. Dit zijn eigenlijk pakketten van bijvoorbeeld de Amsterdamse beurs. Alle aandelen koop je met zo'n ETF of een indexfonds dan. Eigenlijk een deel in alle bedrijven. En omdat je dan niet alles in de gaten hoeft te houden. Als het ene bedrijf het goed doet, het andere wat minder. Dat balanceert elkaar uit. Maar dan zul je zien dat je juist nog minder tijd bezig bent. Want een beurs zal eigenlijk op lange termijn altijd stijgen. Omdat je dan met zo'n aandeel, zo'n ETF of een indexfonds zoals je het wil noemen. Ja, dan stap je zoals gezegd nu in. Die koop je gewoon gedurende de komende 10 jaar in. En je waarde zal eigenlijk altijd stijgen, in ieder geval op historische basis, dat 7% per jaar. En dit kan natuurlijk de Nederlandse beurs zijn, kan ook de Duitse beurs zijn, of de Amerikaanse, net waarvoor jij kiest. Of een fonds van een bepaalde sector, de metaalsector of de medische sector, daar kun je uit kiezen. En dat fonds, zo'n fonds, indexfonds of een ETF, die volgt gewoon die bedrijven en hoef je verder niks voor te doen. En vaak als je het een goede kiest, dan heb je vaak heel lage kosten, zoals 0,07% beheerkosten. Nou, daar kun je zelf niet tegenop, daar kun je zelf niet alles voor bijhouden. Dus dat is vaak al een goede optie voor dingen op de lange termijn. Op dit kanaal praat ik dan vaak over passief inkomen. Nou, kun je beleggen dan zien als een passief inkomen? Dat hangt een beetje af van de strategie. Kijken we naar daytrading, de daghandel, dan zou je zeggen, nee, dat is geen passief inkomen, dat je veel te veel tijd ermee bezig bent gedurende de dag. Je moet kijken, 's ochtends vroeg opstaan zeg maar, of 's nachts opstaan als je Amerikaanse beurs volgt, of noem het allemaal maar op, Japanse beurs. Dan moet je dus veel te veel informatie bij gaan houden. Kijk wanneer je instapt, uitstapt, noem het allemaal op. Dat is eigenlijk niet te combineren met ander werk bijvoorbeeld. Dus dat is geen optie van passief inkomen. Kies je nou voor swing trading, dat je bijvoorbeeld weken of maanden in een aandeel zit. Dat is al enigszins een vorm van passief inkomen, omdat je gewoon wacht op het moment dat een aandeel wat keldert. Je zoekt die dag uit wat er gebeurt. Je maakt je eigen inschatting voor de komende maanden, weken. En dan kun je kiezen voor het aandeel te kopen. En je hoeft eigenlijk alleen maar telkens in de gaten houden, 1 keer per dag bijvoorbeeld, wat het nieuws doet en wat de koers van het aandeel doet. En kijk je van, stijgt die en wacht ik nog of verkoop ik op dit moment? En dan kijk je nou naar lange termijn. Ja, dat is wel een vorm van passief inkomen. Want zoals ik heb gezegd in de vorige vraag, bijvoorbeeld pak je een indexfonds, een ETF of een aandeel Heineken, Apple. Zorg gewoon dat je het nu koopt en denk er de komende 6 maanden of 1 jaar niet aan. En kijk dan weer. En aangezien je dan zo weinig tijd bezig bent met dit aandeel kopen of bijhouden, en het wel in waarde stijgt waarschijnlijk, kun je zeggen dat dit een vorm van passief inkomen is. Je bent inmiddels nog steeds bezig met deze video kijken en dus je hebt wel interesse in beleggen. Maar dan is de vraag, hoe kom ik nou aan goede informatie over bedrijven waar ik op basis daarvan keuzes kan maken? Er zijn eigenlijk 3 dingen. Ten eerste is dat de financiële website. Ten tweede is dat de website van het bedrijf zelf. En ten derde zou ik zeggen YouTube. Kijken we dan naar financiële websites, dan zijn er eigenlijk 3 dingen waar ik gebruik van maak. Ten eerste is dat Yahoo Finance. En dat vind ik fijn omdat je daar een snel overzicht hebt van alle data van het bedrijf, belangrijkste cijfers die je staan. En je kunt heel erg goed gebruik maken van de grafieken. Je kunt dus ook inzichtelijk zien wat er met een bedrijf gebeurt op basis van de laatste weken, maanden, jaren. Iets anders daarvan is Google Finance. Dat gebruik ik ook af en toe. En dan kijk ik ook hier weer naar de data. Maar hier kun je ook gebruik maken van Excel-bestanden. Daar kun je gebruik maken van de informatie die Google heeft. En kun je dus in je eigen Excel-bestand bijvoorbeeld koersinformatie invoeren. Dit is bijvoorbeeld interessant wanneer je bijhoudt welke aandelen je hebt, voor welk bedrag gekocht en hoeveel het nu waard is. En als je dan gaat kijken naar koersinformatie, is ook een service als Finbox.io een leuke service. Omdat je hier ook wederom de data binnen kunt halen. Je kunt het in Excel verwerken. Maar ze hebben ook verschillende analyses op hun website staan van een bedrijf. Op basis daarvan kun je dan snel kijken hoe een bedrijf ervoor staat. En kun je op basis daarvan dus snel informatie tot je nemen en keuzes maken om bijvoorbeeld in een bedrijf te stappen. Ja, als aandeel te kopen. Maar het kan ook juist zijn dat je dan bijhoudt wat er met een aandeel hebt wat je hebt. Wat er gebeurt en een besluit neemt om hem te verkopen. De tweede optie voor informatie over een bedrijf is natuurlijk de website van het bedrijf zelf. Ga naar Heineken.nl, er zal er vast wel ergens een kopje staan, investeerdersinformatie of jaarrekeningen, noem maar op. Nou, je kunt dan juist die jaarrekeningen goed gaan lezen, omdat dat informatie is over het bedrijf van het afgelopen jaar.
kijken we naar de omzet, winsten, maar ook heel veel informatie over concurrentie, kansen die ze hebben, bedreigingen die ze hebben, komen daar vaak in terug. Dus wil je in een bedrijf stappen en heb je al van tevoren een beetje een keuze gemaakt, lees dan vervolgens het jaarverslag van zo'n bedrijf. Dan kun je heel veel informatie, zoals gezegd, uit het jaarverslag halen en je keuze dus, of je, ja, misschien je conclusie een beetje vormgeven nog. Je kunt ook kwartaalcijfers kijken van een bedrijf. Dan kun je dus in de laatste 3 maanden informatie binnenhalen. Wat doet de omzet in de laatste 3 maanden? Zijn er nog veranderingen ten opzichte van het laatste jaar, jaarrekening die ze hebben uitgebracht? En als je bijvoorbeeld kijkt naar, weet in ieder geval, Amerikaanse bedrijven doen vaak conference calls. Dan kunnen journalisten of zo, of beleggers, inbellen naar het bedrijf. En dan heb je vaak een directeur, een CEO of iemand belangrijks binnen het bedrijf die dan vragen beantwoordt. Bijvoorbeeld bij Tesla is dat Elon Musk die dan aan tafel zit. Die weet dan informatie te geven en dan kijken ze ook vaak naar de toekomst. En dat is vaak nog recentere informatie dan een kwartaal of een jaarrapport. Dus dat zijn vaak belangrijke informatiepunten waar je, ja, dus informatie uit kunt halen. Op basis daarvan kun je dan je eigen beslissing nemen. En als laatste zou ik zeggen YouTube. Nou, je zit nu ook een video te kijken die op YouTube staat. Dit is vaak veel makkelijker natuurlijk, omdat je niet alle informatie hoeft te lezen. Maar in het geval lees ik het voor jou. Ik geef jou informatie. Dit kan heel breed zijn over, net zoals deze video, over het beleggen in het algemeen. Maar je kunt ook specifieke informatie hebben. Bijvoorbeeld op dit kanaal, omdat ik zelf interesse daarin heb, heb ik het vaak over Apple of Tesla. Nou, vind jij dat ook interessant? Dan zou je dus dit kanaal kunnen volgen en zie je regelmatig video's hierover voorbij komen. Hoef je niet zelf alles te doen, maar eigenlijk komt de video naar jou toe. Maar je kunt ook andere kanalen natuurlijk kiezen. Een voorbeeldje van is Hyperchange. Dat is een Amerikaans kanaal die dus eigenlijk voor alles wat snel aan veranderingen toedoet, video's maakt. Dit kan zijn Amazon, dit kan zijn Uber. Ook Tesla is wederom iets, omdat ze dan met die elektrische auto's bezig zijn. Maar denk ook aan YouTube-kanalen zoals Financial Education, Phil Town of Ryan Scribner, die dan vaak algemene informatie of het nieuws volgen en daarop inspringen met hun video's. Dus dat is eigenlijk een derde optie, dat je vaak de informatie naar je toe komt. En afhankelijk van wat je interessant vindt, volg je dan die kanalen. En is het dus veel makkelijker om het bij te houden en ben je dus eigenlijk minder tijd mee kwijt met dat soort dingen. En komt informatie zoals gezegd naar jou toe. Nou, je bent inmiddels op een punt aangekomen dat je misschien wel wil gaan investeren, wil gaan beleggen. Nou, hoeveel geld heb je dan nodig om te gaan beleggen? Nou, daar zijn eigenlijk 2 verschillen. Om te beginnen of om van te leven. Nou, om te beginnen zou ik zeggen €25 misschien als je wat jonger bent of net begint. En dit uit te breiden naar zeg maar €250 in de maand. Oftewel een beetje 10% van je inkomen kun je aanhouden. Verdien je meer, leg je meer in. Verdien je minder, leg je minder in. Doe dit maandelijks. Leg dus elke maand geld in bij je belegging. Want het is veel belangrijker dat je elke maand gewoon inlegt en daarmee begint. Dan op het juiste moment te wachten. Of zoals ze dat noemen, time in the market beats timing the market. Dus het is gewoon belangrijker om voor een jaar lang al in de markt te zitten dan een jaar wachten en dan pas in te stappen. Want op lange termijn is het gewoon interessanter. Zeker als je die 7% per jaar mee gaat tellen die gemiddeld gehaald wordt. Maar hoeveel geld heb je dan nodig om van te leven van beleggen? Nou, dan zou ik zeggen een beetje €1 miljoen. Dit vermogen kun je dus opbouwen gedurende de jaren door geld in te leggen en dit, ja, geld te laten groeien. En waarom nou €1 miljoen? Nou, dit komt een beetje door de 4% regel die ze hebben. Zoals gezegd, op lange termijn stijgt een aandelenbeurs vaak 7%. Je hebt vaak wat inflatie of kosten die je maakt, waardoor je zeg maar 4% overhoudt. Als je nou die 4% ieder jaar eruit haalt, zeg maar op €1 miljoen, is dat dus €40.000. Dat is denk ik wel een redelijk bedrag om van te leven. Zeker als je wel verschillende dingen hebt afbetaald, zoals je auto of je hypotheek. Dan kun je met €40.000 per jaar zeg maar prima leven. En vandaar dat ik zou zeggen, op het moment dat je €1 miljoen hebt, dan kun je zeg maar telkens het geld eruit halen zonder dat je inlevert op je vermogen. Waardoor het vermogen gedurende het komende jaar toch weer groeit en je opnieuw €40.000 eruit kunt halen. Nou klinkt €1 miljoen natuurlijk heel veel geld en die €25 of €250 per maand juist heel weinig. Maar is het dan wel interessant om te beginnen met van die kleine bedragen? Ja, dat is zeker interessant. Nou, misschien niet op de korte termijn, maar wel op de lange termijn. Het bedrag wat je inlegt zal namelijk gedurende de jaren groeien en wat dus nu een klein bedrag is, kan dus gedurende de komende 5, 10, 20, 30, 40, 50 jaar misschien wel, als je vroeg begint met beleggen, uitgroeien tot een groot bedrag. Nou, dit komt natuurlijk door de samengestelde interest, oftewel rente op rente. Nou, daar heb ik al eerder een video over gemaakt, zal hem weer even plaatsen als je die helemaal wil gaan kijken. Maar wat dit inhoudt is dat je elk jaar dus rente krijgt op een bedrag wat ieder jaar groter wordt, omdat daar de rente ten eerste bij komt en je meer geld inlegt. Dus elk jaar verdien je meer en dit kan
natuurlijk met hele kleine bedragen klein lijken, maar op lange termijn heeft het wel zeker een effect. Daar heb ik een paar voorbeelden van. Kijken bijvoorbeeld dat we eenmalig 1000 euro inleggen en dan verschillende scenario's kijken. Nou, het eerste scenario is dat je 100 euro per maand inlegt voor 50 jaar lang. Dus je bent 18 en je gaat nu beginnen met beleggen tot aan je pensioen, 50 jaar. En je verwacht een rendement van 6%. Dan groeit die 100 euro per maand uit tot 380.000 euro, zeg maar bijna. Zien we nou dat het gedurende dezelfde bedragperiode alleen het rendement 1% hoger is. Bijvoorbeeld doordat je minder kosten betaalt. Bijvoorbeeld omdat je het zelf doet in plaats van beheerbeleggen. Met 7% groeit het dan al 535.000 euro. Maar stel je gaat dus voor die 250 euro waar ik het had in de maand. Maar je bent wat later begonnen. Je hebt dus nog 40 jaar te gaan. 250 euro in de maand, 40 jaar lang, 6% is 490.000 euro. En pak je dan diezelfde 250 euro en 40 jaar, maar dan 7%, dan groeit het naar 636.000 euro. Dus ook kleine bedragen op lange termijn zullen uitgroeien tot grote bedragen. En dus kun je meer missen, dan is het altijd interessant om meer in te leggen. Niet op korte termijn, maar wel op lange termijn. En tot zover deze video over beleggen voor beginners. De volgende video zal gaan over crowdfunding of peer-to-peer lending. Een beetje op een verzoek van een kijker. En omdat ik er toch al mee bezig was, heb ik hem iets naar voren gehaald. Dus wil je daar meer over zien of meer video's over onderwerpen zoals passief inkomen, investeren en beleggen en persoonlijke financiën, abonneer je dan op het kanaal. Vond je het een leuke video, geef het even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat een reactie achter onder deze video waarom je het goed vond. Als je nog vragen hebt of opmerkingen hebt. Misschien hebben andere mensen vragen die jij kunt beantwoorden. Kun je ook natuurlijk in de reacties doen. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.